2020 was natuurlijk een dramatisch jaar voor ons. En uh, we hebben op een gegeven moment moeten besluiten om de ruitendagen af te zeggen. En dan, ja, dan ga je verder kijken. In de zomer ging het wat beter. We hadden weer hoop. We zijn weer gaan vergaderen. Totdat in, uh, eigenlijk eind september, begin oktober de tweede golf kwam. En uh, ja, je, we mochten er ook niks meer, we mochten hier ook niet meer komen. Dus we hebben wel met een, met een groepje vrijwilligers hebben we wel gezegd van we gaan wat klussen. Maar eigenlijk gebeurde er niks meer. Totdat we toch hebben besloten eind, uh, eind december van we gaan via Teams vergaderen. Dus we hebben nu gewoon elke woensdagavond wel weer onze vergadering. Alleen niet meer de gezellige nazit. En dat missen we eigenlijk ook allemaal wel een beetje. Maar we vergaderen wel en we hebben eigenlijk gewoon toch het hele plan voor dit jaar wel uitgerold. Maar wel onder die uh, onder dat voorbehoud dat wij, uh, dat wij 15 april echt de definitieve beslissing gaan nemen. Van gaat het wel door of gaat het niet door. Het is en dat weten een heleboel Almelo's weten dat niet, maar het is echt het grootste parensport evenement van Nederland. Wij zijn het grootste in de breedte sport. Wij, wij zijn niet internationaal, bij ons krijg je niet al die grote springers, maar dit is wel echt het allergrootste evenement in de breedte sport. We hebben hier meer dan 2200 deelnemers per jaar en, en toch, toch zo'n beetje een 50.000 bezoekers. En dat is echt best wel heel groot. Dus wij willen het liefst dat het gewoon door zal gaan. Maar daar hebben we toch wel een beetje onze twijfels over gezien de situatie rondom het virus nu. De tweede, uh, de tweede optie is dat wij een verkleinde ruitendagen gaan doen. Dat we hem dus gaan aanpassen. Afgesluit. Afgeslankt. Dus misschien alleen weekenden of, of, of uh, in, in, in groepen. Uh, dat is allemaal afhankelijk van de regels die er op dat moment gelden. En de derde optie was geen ruitendagen. En dan is er nog een vierde optie bijgekomen. En dat is eventueel de Ruiterdagen verzetten naar een later tijdstip. Dus elders in het jaar. Wij hebben wel gezet: de Ruiterdagen moeten wel de Ruiterdagen blijven. Mm -hmm. En uh, het moet niet in één keer een hele andere concours gaan worden. Want dan doe je ook afbreuk aan je eigen uh, imago, mm -hmm. zeg maar. En daarnaast zie je natuurlijk ook dat de Ruiterdagen... worden een heel groot deel betaald door sponsoren. En eigenlijk is het voor ons ook wel eentje de vraag van... Kunnen wij nu wel bij die sponsoren aan gaan kloppen in deze tijd? Want dan ook een heleboel sponsoren hebben het heel moeilijk. Maar op het moment dat er nu weer een, echt een derde golf aankomt... en dat, dat de pieken weer hoger worden... dan denk ik dat het heel erg somber wordt. Staan de leden en de paarden al te trappelen? Ja, de leden sowieso. De paarden weten er nog niet zoveel van. En ja, of die echt staan te trappelen... die hebben natuurlijk ook weinig wedstrijdritme in de benen. Want er is niks. Er kan maar zo afgeslankt kan er wat plaatsvinden... En alles zonder publiek en alles op afstand. Iedereen snakt er wel naar om, uh, om weer echt een, een gezellig, lekker concours te hebben. Ja.